Vandaag ben ik op pad voor Reuma Nederland. Ik heb hier afgesproken met Daphne. Zij is een jonge moeder van 29 jaar, heeft twee kinderen samen met haar man Stefan. En een jaar geleden kreeg zij de diagnose die haar leven volledig op zijn kop zette. Reuma. Dit is Ambassadeur voor één dag met Jaap Reesema. In een hele slechte periode dan heb ik echt op alle plekken eigenlijk extreme last. En ja, op echt slechte dagen ja, betekent dat dus gewoon dat ik met krukken loop als ik loop. En op mijn billen van de trap moet. Dat Steve mijn haar moet wassen. Dat aankleden moeilijk is. Daphne kan niet meer werken. En ook de zorg voor haar kinderen gaat heel moeilijk. Ze heeft elke dag hulp nodig bij de normale dingen in het leven. Ik kwam op een gegeven moment in een periode dat ik bijna niet uit bed kon. En dus echt absoluut niet voor de kinderen kon zorgen. Al eigenlijk bijna niet voor mezelf. Dus dat was een periode waarin heel veel dingen wel anders werden. Waar stopt het? Want het is nu steeds erger aan het worden. Daarin, wat betekent dat voor onze toekomst überhaupt nog natuurlijk? Op dit moment lijden 2,3 miljoen mensen in Nederland aan een vorm van reuma. En dat moet stoppen. En dat kan alleen door middel van onderzoek. Dus word donateur. Bel 0800 1324 of ga naar reumanederland.nl. Dat is hem. Hey. Kom binnen. Dag Daphne, hi. Leuk je te ontmoeten. Ja. Wat wang je heerlijk. Ja, top. Hey, ik vind het wel heel dapper dat jij je verhaal durft te vertellen. Ik ook eigenlijk. Ja? Vind je het spannend? Ja. Niet spannend, maar het is wel heel persoonlijk. Het is echt gewoon een inkijkje in iets wat je anders niet van me ziet. Omdat je ziet het niet. Nee, maar precies. Ja, sowieso, je ziet de prachtigheid. Maar je ziet niks. Nee, dat nee. Je een ziekte hebt. De mensen dicht bij mij zien het wel. Ja. Vooral in de dagelijkse dingen. En die zien ook wel het verdriet wat erbij komt kijken. Maar als je mij zo ziet lopen, zie je het niet. Ik ben Daphne, 29 jaar. Getrouwd met Stefan. We hebben twee kindjes, een zoontje van 3 en een dochter van 1,5. En samen wonen wij in Petten. Toen wij nog samen waren zonder kinderen, waren wij eigenlijk meer onderweg dan thuis. Afrika, IJsland, stedentrips, noem het maar op. Wel redelijk actief stijl, weet je. We hielden van kamperen. En dan ook best wel primitief kamperen. Dus niet glamping, maar gewoon met de tent op stap. Motorrijden deden we veel. En veel eruit, veel naar het bos, naar het strand. Dat was eigenlijk wel een beetje voor die diagnose, zeg maar. En ongeveer 1,5 jaar geleden kreeg ik de diagnose reuma. Overkomt ons niet. Het is voor oudere mensen, weet je wel. Dat is ook een beetje het stigma wat er natuurlijk aankleeft. Dus ja, wij dachten van, ja, nee joh, dat kan niet joh. Dat overkomt ons niet. En zij was 28, 27. Onzin. Ik geloofde daar niet in. De eerste klachten begonnen eigenlijk achteraf gezien tijdens de zwangerschap. Ik was zwanger van de tweede en ik dacht eigenlijk dat ik gigantische bekkeninstabiliteit had. En daarnaast had ik ook nog heel erg bloedarmoede. Nu achteraf weet ik dus dat dat allemaal eigenlijk al te maken had met de ontstekingen die gaande waren in mijn lichaam. Waar dus eigenlijk mijn lichaam heel hard tegen aan het vechten was. Maar nog steeds dacht ik, ja, na de bevalling is het vast allemaal over. Nou ja, integendeel, het werd alleen maar erger. Uiteindelijk ging ik toch naar de huisarts en die zei eigenlijk meteen van, nou, ik vind het reumatisch klinken. Toen zat ik niet heel veel later bij de reumatoloog. Ondertussen had ik zelf wel gegoogeld natuurlijk van klachten bij reuma. En dat heb ik ook heel snel weer weggeklikt, want eigenlijk wist ik het wel. Dat ik het las, dacht ik, ja, dit is het precies. Ik kan hem niet tillen. Dan valt hij 9 van de 10 keer uit mijn handen met heet water. Moeten we dat maar niet doen. De borden staan er al 2. Een beetje naïef als ik was eigenlijk ook stiekem, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik dacht van, joh, dat is echt wel een vervelende ziekte uiteraard. En dat kan echt wel zorgen voor pijn. Maar ja, daar komen we ook wel weer overheen, weet je. Dat komt wel goed. Maar ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat het precies inhield. En nu ben ik daar compleet van teruggekomen. Reuma heeft een enorme impact op het leven van Daphne. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat er betere medicijnen komen.
Ik heb afgesproken hier met reumatoloog Madelon Vonk om het hier even over te hebben. Madelon, dank dat ik hier mocht komen. Wat is reuma precies? Ja, reuma is een verzamelnaam van meer dan 100 aandoeningen die allemaal invloed hebben op je bewegingsapparaat. Dus je spieren, pezen en je gewrichten, je botten. En die veroorzaakt worden door een vorm van ontsteking door je eigen afweersysteem. Dus het is echt een hele grote verzamelnaam van verschillende ziektebeelden. En hoe heftig is het om reuma te hebben? Als je de diagnose krijgt van een reumatische ziekte, dan gaat echt je hele leven op zijn kop. Want je hele toekomstperspectief verandert. Je moet leren leven met beperkingen door vermoeidheid, maar ook door pijn bijvoorbeeld. Je moet leren leven met een chronische ziekte. Ja, ze ligt gewoon nog lekker. Ja, ze ligt nog lekker. Maar je mag van mij eruit halen, hoor. De planning was eigenlijk wel dat we dat reizen wilden volhouden, ook met twee kleintjes. Want ja, dat willen we met onze kinderen delen. Hoe mooi de wereld is, maar dat zit er voor nu dus niet in. Wie weet in de toekomst iets meer. En desnoods in een rolstoel. Maar ja, we laten ons niet tegenhouden daarin. Maar voor nu is dat gewoon nog te vroeg. Gaan we naar mama toe? Ja. En reuma is op dit moment nog niet te genezen. Nee, dat klopt. We kunnen reuma nog niet genezen. De belangrijkste reden daarvoor is dat we niet precies weten wat de oorzaken zijn. En er zijn dus heel veel verschillende vormen van reuma. En die verschillende vormen die kunnen ook best wel eens allemaal verschillende oorzaken hebben. Dus op dit moment kunnen we alleen het ziekteproces onderdrukken en daarmee de klachten verminderen en eventuele schade voorkomen. Maar het echte genezen, dat kunnen we nog niet. Waar is mama? Waar is mama? Mama. Hallo, schat. Heb je lekker geslapen? Jij. Ik kwam op een gegeven moment in een periode dat ik bijna niet uit bed kon. En vanaf dat moment ja, ben ik ook aan het leren om hulp aan te nemen van anderen. Oké, je kunt vullen met mama. Ja. Ik moet nu toch echt accepteren dat heel veel mensen dingen voor mij willen en kunnen doen. Dat is natuurlijk super lief. Maar wel voor mij heel lastig. Het is een stukje zelfstandigheid wat, ja, wat je uit handen geeft. Wat bedoel je? Deze. Deze? Pak maar. Moet ik even helpen? Ja. Kom, oma, even helpen. En hoe behandel je reuma nou? En specifiek in Daphna's geval ontstekingsreuma. Ja, verschillende vormen van reuma hebben verschillende behandelingen. En als je het hebt over ontstekingsreuma, dat behandelen we met medicijnen. En meestal beginnen we met het meest belovende medicijn. En dan moeten we kijken of een persoon daar ook op reageert. En dat duurt maanden, 3 tot 6 maanden. En dan pas kun je zien of het wel of niet goed is voor deze ene persoon. En kun je eventueel iets toevoegen of wisselen van medicijnen. En in het slechtste geval kan het daardoor jaren duren voordat je het juiste geneesmiddel voor de juiste persoon hebt gevonden. Hoi, wat is hier mooi geworden? Is hier voor mama? Ja, dat lukt mama niet zo goed met de handen, hè? Een rollenbal maken. Als je op bepaalde dagen niet eens met je kind naar de speeltuin kan, ja, dat is best wel verdrietig. Krijg je hem niet open? Helemaal wanneer je kind van 3 dan roept, maar mama, de speeltuin is maar om de hoek. Het is niet zo ver lopen. Kan je echt niet mee? Of als hij ze knuffelkonijn geeft omdat hij ziet dat je verdrietig bent, dat je die even mag lenen, ja, dan breekt je hart. Dat is vreselijk. Wat moet er nou gebeuren dat we in 2040 reuma echt kunnen genezen? Er moet heel veel onderzoek gebeuren. We hebben behalve slimme mensen die nieuwsgierig zijn en verder willen blijven zoeken, daar geld voor nodig. Het onderzoek moet zich richten op enerzijds vroege diagnostiek, dus het eerder vaststellen van verschillende vormen van reuma. En verder zouden wij heel graag willen kunnen voorspellen welke persoon op welke geneesmiddelen het beste gaat reageren. Om dat te kunnen doen is geld nodig. Er is heel veel geld nodig. Boom. 2 jaar verder zijn we nu en er is nog steeds precies geen vooruitgang, alleen maar achteruitgang. Het is nu steeds erger aan het worden. Het moet geremd worden. Maar waar stopt het? Dus, en, ja, en ook daarin, wat betekent dat voor onze toekomst überhaupt nog natuurlijk? Dus... Heel graag zou ik terug willen naar een beetje normaal. Zelf voor mijn kindjes kunnen zorgen. Leuke dingen kunnen ondernemen met vriendinnen. En misschien zelfs wel weer werken. Daarvoor heb ik een juist medicijn nodig. Dat medicijn is er nu nog niet. Daar is onderzoek voor nodig. En voor dat onderzoek geldt. Helpt u mee? Word donateur. Dank u wel. Top.
Zo. Hoe gaat het met je vandaag? Wat zullen we zeggen? Wil je een gewenst antwoord? Nee, een eerlijk antwoord. Ja, eerlijk natuurlijk. Nou ja, ik hak eigenlijk. Ja, ik heb 2 dagen terug geprikt en dat hakt er altijd best wel in. Dus dan gaat de medicatie weer door mijn lichaam, waardoor ik vermoeid ben en geen eetlust heb en hoofdpijn heb. Je zou denken, als je geprikt wordt in medicatie, dan voel je je juist fijn. Maar dat is dus ook niet per se zo. Nee, ik voel me daarna niet echt top, nee. En ik heb ook nog niet het gevoel dat dit helpt. Dus als dat nou het geval zou zijn, dan zou je denken, nou, dan doe je het ergens voor. Dus ik heb net een periode van 3 maanden gehad met een medicijn. En dat deed dus niks. Dus nu zit ik weer in een nieuwe periode van weer 3 maanden. Heb je een soort van 3 maanden voor niks, dat maar weer... Hoop je erop dat het werkt en dan werkt het niet? Ja, bij alles, als je dan een beter dagdeel hebt, dan denk je, oh, zou het? Doet het wat? Of, maar dan komt daarna een dagdeel of een dag dat je denkt, oké, nee, het doet helemaal niks. Dus ja, je zit wel in onzekerheid en... ik moet ook zeggen dat dat mentaal best wel soms erin hakt. Ja, dat je gewoon wil dat er iets is wat zijn werk gaat doen, waardoor je weer een beetje jouw ik terugkrijgt. Ben je bang voor wat er allemaal nog komt? Of, want het lijkt me ook wel heel onzeker. Je weet natuurlijk niet zo goed waar het ook allemaal heen gaat. Ja, toevallig gisteravond belde ik Steve nog huilend op met het nieuws dat ik ook weer foto's moet laten maken van mijn voeten, omdat het erop lijkt dat daar nu ook een vergroeiing in ontstaat. En dat zijn wel echt momenten waarop je wel echt bang bent. Ja, dat je denkt, ik ben nog geen 30 en het gaat nu zo hard in een jaar tijd. Waar eindigt het? Hoe zie ik er over 10 jaar uit? Is het dan een medicijn wat ervoor zorgt dat het geremd wordt en dat het vanaf hier misschien zelfs wel iets beter wordt? Of gaat dit in dit tempo slechter en slechter? Dat weet je niet en niemand heeft daar antwoord op. Ik vind het heel verdrietig om te zien dat Daphne gewoon niet het leven kan leiden dat ze graag zou willen leiden. En ik hoop zo dat ze weer vol energie en zonder pijn de dingen kan doen waar ze het meest van houdt. Zeker als ik er zo hoor praten over de kinderen, dan... Ja, ik kan het niet aan. Dus please, word donateur. Want we willen allemaal dat reuma de wereld uitgaat. Bel daarvoor 0800 1324 of ga naar reumanederland.nl. Dat vind ik ook wel heel moeilijk. Daarom hou ik me ook wel groot, denk ik.